Aflevering 10 van Uit de Latijnse School geklapt. En aflevering 10, een beetje jubileumachtig, die wijd ik dan ook een beetje aan mijn levenswerk. Ja, zo zie ik dat eerlijk gezegd wel. En u ziet dat levenswerk hier frontaal voor u. Het is deze kast met witte mappen van boven naar beneden. En het zijn de transcripties van de Gemertse en in mindere mate de Bakelse schepenprotocollen. Die schepenen die hadden een drieledige functie. Ze waren de bestuurders van het dorp, dat is één. Maar ze waren ook de rechters, zeker in Gemert, in Bakel niet, maar in Gemert, waar de hoge jurisdictie was. Dus waar je eigenlijk alle rechtszaken mocht afhandelen. In Gemert speelden de schepenen ook de rol van rechter. En als derde waren ze datgene en hetgeen wat nu de notaris verricht. Het verleiden, weliswaar met een lange ei, het verleiden van akten. Dat deden ze. En in die drieledige functie, dames en heren, komt het hele leven voorbij. Alles wat in een leven zich voordoet, een ruzie met de buren, verkoop van een huis of een stuk grond, een erfenis, het bestraten van het straatje voor jouw huis, het komt allemaal tot uiting in de schepenprotocollen. Gemert heeft de luxe dat ze al in 1473 met vaste regelmaat beginnen, tot en met de Franse tijd, dat is 1810. Bakel, dat is jammer, dat begint zo pas anderhalve eeuw later. Maar niettemin, het blijft ook voor Bakel een fantastische bron. Het is een levenswerk. Waarom zeg ik dat? Omdat ik er al wel 30 jaar mee bezig ben geweest. Eerst als vrijwilliger, want zo lang werk ik hier nog niet op het gemeentearchief Gemert-Bakel. Ik werk hier 12 jaar, maar ik ben er 30 jaar mee bezig geweest. Eerst als vrijwilliger. Ik kreeg de kopieën mee naar huis. En ik had de discipline om elke dag minstens een uur met die schepenprotocollen aan de slag te gaan. Te transcriberen, heet dat met een mooi woord. Dat betekent dat oud-Nederlands omzetten naar moderne Nederlands. En er ook nog een index bij maken. Zodat u, als u hier komt, niet lang hoeft te zoeken. U kijkt naar de achternaam die u zoekt. Desnoods naar de voornaam, dat kan ook. Of naar het patroniem. Jawel, het patroniem, dat is de vadersnaam. Mensen in vroegere tijden, die werden niet alleen aangeduid met voor- en achternaam, maar ook met patroniem. Jan Wilbert Jansen. Dat betekent dat Jan een zoon is van Wilbert. En Wilbert heet natuurlijk ook Jansen, net als zijn zoon. Ja, dat zijn allemaal zaken die je terug kunt vinden. Ook de toponiemen staan erin. Dat betekent dus alle straatnamen, veldnamen. Kun je allemaal terugvinden. En het lijkt een beetje opschepperig als ik het over levenswerk heb. Ik snap het. Maar tegelijkertijd valt dat best wel mee, want ik ben er dolgelukkig mee. Die 30 jaar heeft mij zoveel geleerd. Ik was vroeger altijd heel jaloers op professor Barrebas uit Suske en Wiske, want die had een teletijdmachine. Ik heb mijn eigen teletijdmachine. Ik zit met die oude documenten die ik vertaal, zit ik eigenlijk in gedachten in het Gemert van toen. Het Gemert van 1473 of van 1600 of van 1800. Ik weet waar de mensen woonden. Ik weet of ze een willig of een kastanje op de hoek van een hof hadden. Ik weet waar de gemeenschappelijke pomp stond. En het gemeenschappelijk secreet, het heurske, de wc, die door verschillende buren gebruikt werd. Ik weet of ze ruzie hadden over een testament. En om die reden weet ik of ze een tinnen vaasje op de schouw hadden staan en de staande klok van oma hadden geërfd of juist niet. Ja, ik kan virtueel door het Gemert van toen wandelen. Bij Bakel ligt dat iets moeilijker, omdat die plattegrond van Bakel, die zit niet zo in mijn systeem. Niettemin komen mijn voorouders uit Milhezen, dus ik lees altijd met grote interesse ook de schepenprotocollen van Bakel. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat die van Bakel al eens ooit eerder getranscribeerd zijn door Driek Smits, die helaas niet meer onder ons is. Driek die heeft fantastisch werk gedaan, alleen hij transcribeerde letterlijk. En dat wil zeggen dus, dat wil zeggen dat die oude zinnen, dat oude taalgebruik, dat niet veranderd is naar moderne Nederlands. Ja, en iemand die anno nu de taal van 1500 of 1600 leest, ook al is dat in mooie, moderne letters, dan snap je er nog geen hout van, want het taalgebruik destijds was totaal anders.
Die witte mappen die zeggen verder niet zo heel veel. En daarom ga ik u mee naar beneden nemen, naar het depot. Want daar staan de originele en dat is veel spannender. Ja, u heeft al die witte mappen zien staan. Met de vertalingen van wat hier in deze dozen zit. Het loopt van hier, al deze dozen, tot vlak bij u. En in elk van die dozen bevinden zich 1, 2 of 3 nummers uit het schepenprotocol. De alleroudste, de allereerste, die bevindt zich in deze omslag. Een heel dunnetje, want die komt natuurlijk uit een tijd dat Gemert nog heel weinig inwoners had. En dat betekent dat je met een kleine katern de zaken van een paar jaar kunt afdoen. Terwijl als ik verderop in de rij ga, dan wordt deze katern bijna een hele doos. Dat betekent dus de groei van Gemert, het aantal mensen. Want hoe meer mensen er zijn, hoe meer verwikkelingen er zijn, hoe meer kwesties, hoe meer land en huizen er worden verkocht. En dat maakt dat langzaam maar zeker die opbouw ontstaat. Als u zegt, ja, maar die eerste die pak je midden uit die hele rij, dat klopt. Dit is het administratieve gedeelte, dat is het oudste, dat begint in 1473. Maar we hebben natuurlijk ook nog datgene wat bij de rechters en de notarissen hoort. En dat zit dan weer in andere dozen. Ja, als je die allemaal wil doorlezen, dan kom je op zo'n 150.000 minuutakten uit. Die heb ik dus ook allemaal doorgelezen. En nogmaals, met veel plezier, ik klaag niet. Zorg ervoor dat ik een mooi inzicht heb in wat er in Gemert zich in al die eeuwen heeft afgespeeld. Maar tegelijkertijd, ja, daar heb je wel een jaartje of 30 voor nodig. En ik ben blij dat ik die heb gekregen, dat mij dat vergund is. En dat ik dat allemaal heb mogen lezen en tot mij nemen. Weet u nog, de teletijdmachine van professor Barrebas. Dit is een stukje van de machine.